MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, dus van het centrale zenuwstelsel. En in dat centrale zenuwstelsel lopen allerlei zenuwbanen. En om de signalen snel te geleiden zit daar een isolatielaag omheen. En die isolatielaag gaat stuk op verschillende plaatsen. En dan wordt het signaal niet meer goed geleid. En daar waar het iets stuk gaat, krijgen mensen dan symptomen, verschijnselen. De ziekte komt meestal met zijn eerste verschijnselen ergens tussen de 20 en de 40 levensjaar. Dus echt in de bloei van je leven word je getroffen als je al je plannen maakt voor je toekomst. En dan krijg je vaak een klacht, een uitvalsverschijnsel. Je kunt blind worden aan een oog of je kunt je arm niet meer goed kunnen bewegen. En dat is vaak het eerste symptoom waardoor je naar de dokter gaat en men er uiteindelijk achterkomt dat je MS hebt. En het verloop is dan in bijna alle gevallen zo dat het op en neer gaat. Dus er komen telkens weer nieuwe aanvallen die ook weer verdwijnen. Dus in die fase dat het weer goed gaat, dan pak je de zaken weer op. Maar er hangt altijd iets boven je hoofd van ja, wat kan er weer gebeuren? Want dan kan er een nieuw verschijnsel komen. En bij sommige mensen gaat op een gegeven moment dat verschijnsel ook niet meer helemaal over. Dus die blijven dan met een handicap zitten, restverschijnselen van zo'n aanval. En dat kan in de loop van de jaren erger worden. En bij een belangrijk deel, meer dan de helft van de mensen, gaat op een gegeven moment dat verloop in aanvallen over in een verloop waarbij het langzaamaan achteruit gaat over de tijd. Dan zijn het geen aanvallen meer met verbetering, maar dan is het steeds meer inleveren van mogelijkheden, steeds meer handicap opbouwen. Ja, en dat gaat dan in je leven heel veel invloed hebben.